Mijn hoofd zat gewoon even vol. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we maandag. Het is nu iets voor 5:30. Ik werd namelijk spontaan om 5:50 wakker. Dus ideaal. Dus dat wil niet zeggen dat ik helemaal niet moe ben, want het is natuurlijk vroeg. En dat wordt nog maar eens benadrukt met het feit dat het donker is buiten. Maar nu kan ik gewoon aan de slag. Hallo, het is nu 6:00 en ik heb nu al het gevoel dat ik al zoveel heb gedaan. Echt heel erg blij mee. Ik ga nu een paar dingetjes opruimen, want het is nu mijn 5-minute break. Mooi, dan heb ik al 3 DIY's uitgeschreven. Yay! Het is nog geen 7:00. Nu heb ik eventjes ontbijt pauze. Dus dat gaan we doen. Zoals je kunt zien, is het buiten nog gewoon donker. Mijn cornflakes zijn op, dus ik ga voor krakotjes. Dit zijn volkoren krakotjes met VH-paté van Kips. Gekocht bij de Albert Heijn. Zo, pauzetje gepakt van ongeveer 20 minuten. De vegetarische paté was trouwens echt heel erg lukkig. Lekker. Oké. Lekker uiteraard. En ondertussen heb ik een video gekeken op YouTube van Sophie Senden. Waarin dat ze een tour geeft over haar, van haar dierenopvang. Heel erg tof. Ja, de vogeltje die Dwight langzaam aan het wakker worden is, zoals je kan zien, is al veel lichter dan daar straks. Het is nu 7:22. Het is nu 8:00. Dat betekent dat ik nog een klein half uur heb voordat ik moet vertrekken. Het is namelijk niet zo heel ver naar mijn werk en ik moet alleen maar om 9:00 zijn. Maar ik ga eerst mijn brief klaarmaken en dan zie ik wel nog of ik tijd heb. Hallo, het is nu 5:45. Het was redelijk druk op het werk. Want het was al een goede werkdag. Ik ben blij met wat ik bereikt heb, zowel vanmorgen als vanmiddag. Vanmorgen was het voor mezelf, vanmiddag was het voor de provincie. En nu ga ik nog een paar foto's editen en zo van die dingen dat ik kan doen dat ik even kan doen, want mijn eten zit ondertussen in de oven, zodat ik gewoon kan eten vanaf dat het klaar is. Mijn hoofd zat gewoon even vol. Ik wist even niet meer wat ik moest doen, hoe ik moest doen en wat ik eerst moest gaan doen. Het was even too much. En ik denk als je heel veel van die momenten achter elkaar hebt, dat je lichaam dan niet meer van kan herstellen en dat je daardoor in een burn-out raakt. Denk ik. Ik weet niet of dat any sense maakt. Maar goed. Ik ga nu even lezen, want het is nu 7:00. En aangezien ik rond na thuis ongeveer wil gaan slapen, dat ik dan geen tijd meer heb om te lezen. En dat ik eigenlijk echt wel moet gaan lezen. Aangezien dat ik niet alleen een tof verhaal vind, maar het moet ook af. Aangezien dat ik er nog een review voor moest schrijven. Voor zij of haar. 2019. Oktober 2019. En ik doe dat heel graag, bezig zijn met zij of haar oktober 2019, maar ik merk wel dat samen met een drukke periode op het werk de laatste tijd soms te veel te druk is. Snap je? Ik weet totaal niet of dat aansteller klinkt of niet. Maar dat doet er niet, geeft het niet toe. Dat is gewoon eventjes mijn gevoel. Ik was net aan het lezen in mijn boek. Ongeveer een uurtje.
Het ging goed het lezen, maar ik merkte dat ik heel fel door van alles en nog wat werd afgeleid, omdat mijn hoofd gewoon zo boemvol zit. Dus ik denk dat ik het gewoon rustig ga doen tijdens thuis. Ik ging eerst nog wat foto's bewerken, maar ik weet nog niet of ik dat ga doen. En ik weet zeker dat ik ook wat ga mediteren naar thuis. Misschien ga ik eerst de afwas doen, omdat dat misschien zorgt voor een rustig huis, een rustig brein of zoiets. Net de meditatie gedaan met Sunny zoekt geluk. Ik had het echt eventjes nodig om mijn gedachten terug op nul te krijgen. Of om alleen om mijn gedachten door mijn hoofd te vloeien. Maar dat ik daar gewoon ze kan herkennen dat die gedachten er zijn. En dat ik ze dan gewoon kan laten doorvloeien. Dat klinkt nogal zweverig. Maar dat is af en toe wel belangrijk. Mijn video heeft ongeveer nog een kwartiertje nodig om op te laden. Mijn vlog. Ondertussen ga ik hier in de badkamer mij klaarmaken voor vanavond. Ik heb al mijn pyjama trui aan. Omdat ik dat gewoon cozy vond zitten. Maar ik ga ook nog maar tanden poetsen, haar kammen, zo van die dingen. Hey. Het is nu ongeveer 8:40 en ik ga slapen. Eventjes mijn alarm zetten voor morgenochtend. Ik heb ook mijn alarm gezet om 8:30 omdat ik dan moet vertrekken naar mijn werk. Zo, dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder en dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!